vreselijke jongensdroom. Ja, jongensdroom. Bij mij is het een beetje begonnen. Ja, mijn opa had altijd een autosloperij. Dus daar lag ik van 's morgens tot 's avonds, helemaal onder de olie. En daar waren we altijd weer met crossmotoren, met zelfgemaakte karts en met dat soort dingen. En toen deed ik mijn communie. Dat vergeet ik nooit. Dat was bij ons in het dorp, in Montfort, was een kartwedstrijd op een stratencircuit. Toen zijn we daar naartoe gegaan en we waren eigenlijk een beetje verkocht aan het karten, zeg maar. Een week later heeft mijn vader zo'n ding gekocht. En zo zijn we begonnen met trainen, noem maar op. En met 10 jaar ben ik naar wedstrijden begonnen. Dus je hebt eigenlijk voor je communie, heb je tegen pa gezegd van pa, ik wil zo'n kart, ik wil dat ook. Nou, we zijn, ik geloof niet dat we de eerste paar uur van de communie zijn we niet aanwezig geweest. Zaten wij constant mee in de kart. Dat vergeet ik nooit. En ja, een week later krijgen ze een ding. En ja, zo begint het dan. Uiteindelijk ben ik dan 2 keer Europees kampioen geworden in de karts. Ja, je wilt meer, je komt met mensen in aanraking. Ja, dan maak je de overstap naar de autosport. Open Lotus was mijn eerste klasse, ja, waar ik Benelux kampioen. Eerste jaar direct, hè? Eerste jaar. Ja. En daar heb ik ook 6 wedstrijden van de Europees kampioenschap meegereden, waarvan ik er 2 won. Formule 3 gedaan. In de winter zijn we naar Nieuw-Zeeland zijn we gegaan. Hebben we daar Formule Atlantic gereden, gewoon om voor te bereiden naar Formule 3. Ja. Formule 3 kampioen in Duitsland. En nou, toen kreeg ik een test aangeboden bij Team of Footwork in Asterix. En dat was in één keer heel snel. Dat ging heel snel, ja. En ik vraag me nou achteraf af, is het toen niet te snel gegaan? Want jij bent in de Formule 1 binnengestapt bij een van de topteams. Ja. Team van Michael Schumacher op dat moment, Benetton. Ja, dat is ook. Kijk, achteraf, kijk, als je alles ervoor hebt, ben je dus natuurlijk ook heel makkelijk om los te krijgen. Dus, maar je krijgt bepaalde kansen. En zoveel kansen krijg je niet in de Formule 1. Ik heb toen die test gedaan in Estoril, wat gewoon waanzinnig goed ging. En toen hebben alle teams in de Formule 1, behalve Ferrari, stonden aan een deur. Echt, we hadden voor het uitkiezen. En toen heeft Benetton en Flavio Briatore, daar kwamen we best mee overeen. We hadden ook in eerste instantie gekozen voor een jaar testrijden. En het jaar erop wedstrijd. Dat stond ook contracteur vast. Maar wat gebeurt er bij een van de allereerste testritten met de nieuwe auto? Toen brak de Finn J.J. Leighton brak zijn nek. Toen heb ik al het werk overgenomen. En het ging eigenlijk heel goed, totdat ik in die nieuwe auto moest rijden. Dus in de 94-auto. En dat ging niet. Op een of andere manier. Want je haalde wel heel snel al een podiumplaats. Ja, maar in vergelijking met wat Schumacher toen deed met die auto, was het niet goed. Natuurlijk is het eerste jaar, je weet allemaal niet wat op je afkomt. En ook fysiek was ik dan niet sterk genoeg. Achteraf hadden we misschien een iets minder team. Gewoon een 2 jaar moeten zitten om ervaring dat je het wereldje kent. En dan moet je doorstromen naar betere teams. Maar ja, die kans krijg je niet gauw. Kijk nu naar Hamilton. Als ik misschien op dat moment wel een auto had gehad wat mij paste, ja, dan had je ook misschien tot zulke dingen in staat. Misschien niet zo extreem zoals het nu, ja. En maar toen heeft de laatste 2 races gewonnen, jong supertalent. Ja, nou, dat zag je in de karting al. Hij reed altijd samen met Rosberg, hè, die dan bij Williams rijdt. Maar Hamilton had toch altijd net iets meer, vond ik. Wat zijn nou je hoogtepunten in de Formule 1 geweest? Ik bedoel, dieptepunten kan ik me voorstellen. Misschien de brand en Hockheim. Ja, dat ligt er aan hoe je het bekijkt. Nou ja, uiteindelijk, kijk, we hadden de brand en Hockheim. Wat, ja, volgens ging de hele wereld vol. 2 weken later is de race in Hongarije. En dan kom je op het podium. Ja. We hadden heel diep dal. En één keer toch weer. Dat is het mooie van de sport. De emoties die je dan in 1 week meemaakt, van heel diep in de dal zitten naar de absolute top. Nou, dat was goed. Ja. Ik geloof de race daarna was Spa-Francorchamps. Toen werd ik 4e, maar toen werd er nog 1 keer disqualificeerd omdat hij iets illegaals in de auto had. Ja. Toen werd ik ook een 3e. Ja. En toen begon het eigenlijk een beetje te gaan, maar waarschijnlijk iets te laat. Oké. Spijt heb je dus niet van de volgorde, die kun je toch niet meer terugdraaien. Denk je dat met wat je nou weet, de ervaring die je hebt, de power die je hebt, dat je het beter kan doen als je bij zo'nzelfde soort team als toen Benetton instapt? Ja, ik denk het wel. Ik denk het natuurlijk. Het is voor, ik was 22 geloof ik. 23. Ja, weet je dan? Kijk, als je dat nu ziet, de ervaring die ik nu heb, ja, dat is veel hoger dan op dat moment. We gaan dadelijk even praten of je nog een kans krijgt in de Formule 1. Mijn vraag nou is, heb je wel eens paard gereden? Ik heb wel eens op een paard gezeten. Ik weet niet of je dat rijden kon noemen. Dus,
nog heel goed kan. Dat is